Sinds 2015 moeten de meeste landbouwers 5% van hun bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. De overgrote meerderheid van de landbouwers vult dit in met groenbedekkers. Maar ook andere opties, zoals deze rond akkerranden, bieden kansen. Akkerranden kan je als ecologisch aandachtsgebied aanleggen aan gelijk welke perceelsrand. Je mag ze bemesten volgens de geldende mestwetgeving. Behandelen met gewasbeschermingsmiddelen is dan weer niet toegelaten. Deze akkerranden kan je bijvoorbeeld inzaaien met een fauna- of bloemenmengsel of met een graskruidenmengsel. Binnen de vergroening telt 1 vierkante meter akkerrand mee voor 1,5 vierkante meter ecologisch aandachtsgebied. Voor de biodiversiteit is de aanleg van zulke akkerranden in elk geval een heel goede zaak. Akkerranden hebben een enorme meerwaarde voor de biodiversiteit en zeker de iets bredere akkerranden. Pakken we bijvoorbeeld akkervogels, ja, de meeste van die soorten die hebben een serieuze achteruitgang gekend in de voorbije decennia. Een van de redenen daarvoor is net dat er verschillende overhoekjes en randen zijn verdwenen. Door te werken rond akkerranden creëren we die randsituaties opnieuw. In zo'n randen staan er vaak heel wat kruiden, wat bloemen, die trekken insecten aan, bijen, bestuivers, verschillende plaagbestrijdende insecten. En die insecten trekken op hun beurt ook soorten aan die dan insecten eten, zoals bijvoorbeeld de jongen van patrijs, maar ook andere akkervogels die van die insecten gaan kunnen eten. Die akkerranden die blijven staan in de winter, die bieden dan ook schuilgelegenheid. Dus dat is een heel grote meerwaarde voor biodiversiteit. Ja. Het centrale gedeelte van de akker is veelal het meest waardevolle voor de landbouwer. Aan de randen van het veld is de opbrengst dikwijls lager. Ploegen tot tegen de wegberm, gracht of talud kan leiden tot problemen met erosie, beschadigde machines en modder op de rijweg. Akkerranden kunnen uiteraard gebruikt worden op plaatsen waar een landbouwer anders eigenlijk weinig opbrengst kan genereren. Nu, die zijn er af en toe nog wel, maar op heel veel plaatsen zijn die relatief beperkt. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld een perceel dat wat een gebogen lijn heeft aan de zijkant, om die lijn wat recht te trekken en dat het allemaal gewoon gemakkelijker werd voor de landbouwer. Dan kan hij daar op die plaatsen uiteraard wel met die akkerranden wat meer doen. Want hij heeft zo'n speling voor die akkerranden van diverse meters breed die hij kan realiseren en dat kan dan voor hem wel interessant zijn. Op heel wat landbouwbedrijven zijn dergelijke overhoekjes nog aanwezig. Zo ook bij Raf Quirijnen, een grote aardbeienteler. Althans tot vorig jaar. De lokale jachtgroep stelde hem voor om de overhoekjes in te zaaien. Op die manier werd een strook braakland, waar Raf een paar keer per jaar onkruid moest besproeien, een interessant stukje faunaakker. Ik had een stuk grond dat ik al jaren niet meer gebruikte. En toen kwam zus langs en die vroeg of zij dat kon gebruiken, inzaaien. Ook voor het behoud van de patrijzen. En goed, dat was voor mij goed en voor hen ook, denk ik. Ook voor de goede verstandhouding met de jagers. Ik moest zelf een stuk grond niet onderhouden. En ik heb ook veel goede reactie gehad van mensen die achterliggend doorreden. Dat ze even, vooral de zonnebloemen, die viel heel erg op. Dat ze even, ja, dat is toch wel chic. De inzaai van akkerranden en overhoekjes biedt heel wat kansen voor een samenwerking tussen landbouwers en jagers. Jagers zijn vragende partij om samen te werken rond akkerranden. Die akkerranden zijn goed voor heel wat biodiversiteit, maar zeker ook voor jachtwildsoorten waar zij zich voor inzetten. En jagers zullen dan ook heel enthousiast zijn om samen met landbouwers iets te doen rond akkerranden. Dat betekent dat er wel wat mogelijkheden zijn. Misschien heeft die jachtgroep bijvoorbeeld een mengsel ter beschikking dat de landbouwer kan uitzaaien op die akkerrand. Misschien kan de jachtgroep een rol spelen bij het beheer van die akkerrand, bij het bestrijden van een paar onkruidsoorten van akkerdistels die er eventueel zouden kunnen staan.
Ik denk dat het altijd interessant is voor landbouwers om samen te werken met jagers. Ze maken eigenlijk gebruik van dezelfde oppervlaktes in het landbouwgebied. En een landbouwer is ook heel vaak zoekende naar oplossingen voor problemen die hij heeft met wild, dat op een of andere manier aan zijn gewassen wat oogst wegneemt. En ik denk dat juist die akkerranden en een samenwerking met de jager vanuit de landbouwer interessant kunnen zijn. Omdat je dan beter met elkaar in contact komt. Je gaat meer met elkaar praten. Je gaat elkaar beter verstaan in wat je doet en waar je problemen mee hebt. En op die manier denk ik dat het werken rond die akkerranden een oplossing zou kunnen zijn om mensen nog dichter bij elkaar te brengen en meer zaken samen te kunnen doen. Een samenwerking tussen landbouwers en jagers is ook een must voor landbouwers die overwinterende teelten willen laten meetellen als ecologisch aandachtsgebied. Dit kan enkel via een gebruiksovereenkomst. Akkerbouwers hebben mogelijkheid om die akkerranden in te zaaien met een faunamengsel. Dat is natuurlijk voor ons het meest interessant. Maar ze hebben ook eventueel een optie om te zeggen van ja, maar ik ga hier gewoon een teelt zetten, bijvoorbeeld iets minder dens ingezaaid. En ik laat die in de winter overwinteren op het veld. Zij kunnen dat doen en die teelt ook inbrengen als akkerrand in het kader van de vergroening. Maar dan is het nodig dat ze daarvoor een gebruiksovereenkomst afsluiten met het oog op het verhogen van milieu of het realiseren van milieu- en natuurdoelstellingen. En zo'n gebruiksovereenkomst moet afgesloten worden met een VZW. Wel, onze wildbeheereenheden, dat zijn allemaal VZW's. Dus is het perfect mogelijk dat de jager een overeenkomst afsluit met de wildbeheereenheid daar rond. De inzaai van mengsels heeft niet enkel een meerwaarde voor de biodiversiteit. Ze kunnen ook een waarde hebben in de bedrijfsvoering van landbouwers zelf. Antoine Wouters, een boomkweker uit Huustwezel, past biodiversiteitsmaatregelen heel bewust toe. Het is eigenlijk zo ontstaan eigenlijk, 9 jaar geleden waren wij een volledig chemisch bedrijf. Gebruikten we alleen maar chemische bestrijdingsmiddelen en chemische onkruidbestrijdingen. Nu, de dag van vandaag, gebruiken we nog maar 12% chemie en de rest is allemaal biologie geworden. En vandaar die bloemenstroken en die groenbemesters, dat zeer belangrijk is in de filosofie achter dit. De bloemenstroken en de mengsels van groenbemesters hebben een belangrijke rol op het bedrijf van Antoine. De groenbemestermengsels gebruikt hij om het koolstofgehalte, het bodemleven en de waterhuishouding van de bodem op een goed niveau te brengen. De bloemenstroken hebben een andere functie. Die bloemenstroken dienen vooral om de natuurlijke vijanden van onze belagers van de teelt te huisvestigen en zo een natuurlijke balans te krijgen in de verschillende insecten op het bedrijf. Iemand die kan gebruik maken van akkerranden en daar bijvoorbeeld een bloemenmengsel kan op inzaaien, die weet dat er daar van nature heel wat organismen in voorkomen die interessant kunnen zijn om op een natuurlijke wijze de gewassen die ernaast staan gezond te houden. Voor bepaalde akkerranden kunnen landbouwers een financiële vergoeding krijgen. Dit kan via een beheerovereenkomst die landbouwers afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Een dergelijke vergoeding maakt het voor landbouwers extra interessant om de toepassing van akkerranden op hun landbouwbedrijf te overwegen. Maar ook zonder beheerovereenkomst en dus zonder extra financiële steun kunnen akkerranden voor een landbouwbedrijf een economisch rendabele invulling zijn van de vergroening. Om landbouwers breder te laten nadenken over de verschillende opties binnen de vergroening, naast beheerovereenkomsten, ontwikkelde de Hooibeekhoeve een tool. Deze handige tool laat hen toe om de verschillende opties economisch te evalueren. Ja, de Hooibeekhoeve heeft inderdaad in het kader van twee projecten, Dorp van de Zeven Neten en Slot van Patrijs, een tool ontwikkeld die de landbouwers eigenlijk moet ondersteunen om een keuze te maken of ze wel of niet, of welke maatregelen naar biodiversiteit er wordt genomen. Een van die maatregelen kan zijn akkerranden aanleggen en het is eigenlijk in een vereenvoudigde versie dat we die akkerranden eigenlijk volledig kunnen laten doorrekenen in verschillende scenario's.
De kostenzijde kunnen ze natuurlijk zelf hun gegevens wat aanpassen. Bijvoorbeeld een heel belangrijke is de mestafzetkost. Ook bijvoorbeeld de verkoopprijs van maïs kan heel interessant zijn om die aan te passen aan de regio of aan de eigen bedrijfssituatie. Aan de batenzijde houden we natuurlijk rekening met ofwel verkoop van maïs of gras. Natuurlijk ook de vergoedingen die men bijvoorbeeld voor beheersovereenkomsten kan krijgen. Maar ook is er een optie om te zeggen van ik ben echt een veebedrijf en ik heb mijn voeder nodig. Want dan moet je niet alleen rekening houden met de teeltsaldo op zich als teeltkosten en baten, alsof je de maïs zou verkopen. Maar je moet ook nog eens rekening houden dat die maïs eigenlijk die je kwijt bent op die niet-productieve oppervlakte ook nog eens moet gaan vervangen. Wat voor de landbouwer de meest economische invulling van het ecologisch aandachtsgebied is, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Ja, we merkten inderdaad dat landbouwers gemakshalve eigenlijk een beetje door gebrek aan advies vaak kiezen enkel voor groenbemesters, bijvoorbeeld voor EAG. Ze zijn ook niet geneigd om beheersovereenkomsten aan te gaan, zelfs niet wanneer het eigenlijk op sommige stukken van percelen en het misschien meer zou opbrengen. En het is daar ook dat de hooibeekhoeve verder onderzoek rond doet, want typisch voor voedergewassen is dat de landbouwer eigenlijk geen echt vat heeft op de opbrengst van die voedergewassen en ook vaak onderschat hoeveel minder opbrengst dat er bijvoorbeeld is langs bossen die beschaduwd zijn of langs natte stukken langs water lopen. Als men die rekening brengt, dat kan men ook in de tool gaan doen en dan gaat vergelijken met een maatregel te nemen, bijvoorbeeld een akkerrand als EAG of een beheersovereenkomst aangaan, dan krijgt men vaak een veel positiever saldo, een positiever resultaat dan men eigenlijk had verondersteld. Met de tool bekom je eigenlijk dat landbouwers breder gaan kijken en breder gaan zien naar de verschillende opties die er zijn om de vergroening of het ecologisch aandachtsgebied in te vullen. En dan komen ook akkerranden in beeld. En als ze dan zien van, ja, kijk, die akkerranden, als dat dan ook nog eens in samenwerking met jagers kan, dat is een waardevolle optie om die vergroening in te vullen. Ja, dan zijn we er eigenlijk. Ja. Het moet eigenlijk vooral landbouwers stimuleren om na te denken over de vergroening en de verschillende manieren die er zijn om die vergroening in te vullen.